Goedenavond, dit is het COVID-19-journaal. We beginnen deze uitzending met minister Umar Ramadine van Volksgezondheid. Hij heeft op werkbezoek in Nikeri zijn grote bezorgdheid uitgesproken over een incident dat zich de voorbije dagen daar heeft voorgedaan. Gebleken is dat ondanks de totale lockdown in Apura 15 personen uit dit dorp in Nikeri zijn ondergedoken. Het is zaak dat deze mensen dus worden opgespoord en worden getest. In het Mungra Medisch Centrum worden nu 7 zieke COVID-19 patiënten verpleegd. Op dit moment is de situatie dat er mensen vanuit Apura ongecontroleerd richting Nikeri zijn gekomen. Alhoewel er 10 dagen terug een officiële lockdown in het gebied was, een lokale lockdown. En er zijn ongeveer 7 op dit moment bevestigd. 7 actieve gevallen opgenomen in het Mungra Medisch Centrum, geïsoleerd, dus veilig. Echter zijn er 15 personen van wie de status onbekend is, dus ik ga het wel duidelijk zeggen. Er zijn mensen uit Apura gekomen richting Nikeri, waarvan de status onbekend is. Dus we kunnen niet bevestigen, we kunnen ook niet zeggen als de mensen suspect zijn of wat, maar het zijn mensen die uit een hoog risicogebied gekomen zijn richting Nikeri en niet te traceren zijn, waarschijnlijk zich hebben verscholen. Dus dat is de situatie op dit moment. Er heeft zich in Uitkijk, Saramaka, ook een merkwaardige COVID-19 besmetting voorgedaan. Het gebeurde namelijk bij een ATM-pinautomaat. En ik kan nog een korte statement maken over het bericht dat we gisteren hebben ontvangen van de districtcommissaris van Saramaka en het BOG. Dat we in het district Saramaka, in de omgeving Uitkijk, Chandisouweg, een lokale uitbraak hadden van 10 gevallen uit 1 familie. Die gerelateerd wordt aan een uitbraak die bij een uitvaart waarschijnlijk herbesmetting is geweest. Er zijn lokale beheersmaatregelen getroffen in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, BOG en de districtcommissaris. Het ministerie regionale ontwikkeling en sport is daarvan ook op de hoogte. Er zou gisteren met soundtrucks worden gereden in de omgeving om de mensen daarvan te verwittigen en de nodige instructies te geven. Ik heb tot gisteravond vanmorgen nog 1 uur in de ochtend met de DC gesproken en de situatie is rustig en stabiel, maar de missie van het BOG in het kader van contact opsporing, dat is dus vandaag nog intensief aan de gang. Ik kreeg vanavond nog rapportage. Ik heb gisteren ook een contact gehad met een arts van het BOG die me zegt, minister, als u de ruimte hebt, zegt u dit toch even vandaag, en dat is bedoeld voor heel Suriname. Er is een geval geweest waaruit contactinformatie is, op contactopsporing informatie is gekomen dat een mevrouw in de intensive care ligt. En uit de informatie en de gesprekken van de familie bleek dat die mevrouw alleen naar een ATM-machine is geweest. En van daaruit verder met niemand contact heeft gehad en klachten begon te ontwikkelen na dat bezoek. Het vermoeden bestaat dat de mevrouw met haar vingers de knopjes heeft gedrukt en op die manier. En die mevrouw is nu in intensive care, kritieke toestand. Het verzoek is geweest, laten we dit concreet stellen, als u naar de ATM-machines gaat, trekt u een handschoen aan en werpt u die handschoen gelijk weg. Voor de medische zending was de voorbije september alles behalve een gemakkelijke tijd. In het achterland heeft de medische zending 98 personen getest, waarvan een groot deel positief bleek te zijn. De plaatsen waar deze besmettingsgevallen zich hebben voorgedaan, worden nu met een vergrootglas bekeken. Het gaat om dorpen. Dorpen in Brokopondo, boven Suriname en Kwamalasemutu. In het oosten is na de massale uitbraak in de periode mei-juni nu weer wat rustiger geworden, waardoor de reguliere zorg van de medische zending kan worden voortgezet. Ook in het binnenland komt het nieuwe veilige normaal goed op gang. De heer Yinti is zeer te spreken over hoe de verschillende instanties elkaar aanvullen om ook hier in het binnenland ervoor zorg te dragen dat het COVID-19-leed verlicht wordt en onder controle wordt gehouden. Ik kan misschien vandaag wat cijfers geven over de afgelopen maand. We hebben in september een alhoewel vakantiemaand, dat toch wel een redelijke drukke maand gehad in het achterland van Suriname. We hebben van de
98 mensen welke we getest hebben, hebben we 60 positieve en dat is dus 64% positieve. En dat is nogal hoog voor ons. Het is ver boven de nationale cijfers, welke zich bewegen rondom 10 en iets meer dan 10%, hebben we toch wel een hoog aantal positieve in het verzorgingsgebied van de medische zending. Gelukkig is dat niet overal zo. Er zijn harde en voor de maand september hebben we dat geïdentificeerd als ze zijn Brokopondo, het gebied van Redidoti. En we hebben ook nog boven Suriname een aantal gehad en Kwamala Samutu als grootste dorp in het inheems gebied hebben we dus positieve gehad. En daar hebben we dus onze activiteiten, onze moeite en efforts hebben we daarop gericht. Maar later ietsje meer over Kwamala Samutu, maar het binnenland overal. In het oosten bijvoorbeeld is het nogal rustig als het gaat om de activiteiten rondom het COVID gebeuren. We ondersteunen het nationaal, de nationale werkgroep mobiele populatie ook in de mijngebieden. Maar daar zult u vanuit een ander podium meer iets meer over horen. En daarnaast onze reguliere activiteiten waarbij we onze klinieken nog steeds openstellen voor iedereen die klachten heeft en meent iets te hebben, niet alleen in het kader van COVID, maar ook alle andere ziektes, dat we terug, dat we nog steeds open zijn voor die mensen. Daarnaast gaan we een beetje terug naar het nieuw normaal vanuit onze dienstverlening. Denkt u eraan dat in augustus, zeg maar in april, mei, we een beetje alles hadden teruggedraaid. Maar op dit moment zijn we nu bezig om zeg maar, het nieuw normaal te introduceren. Dat heeft natuurlijk zijn uitdagingen. Maar we zijn heel blij met de ondersteuning van alle stakeholders. Met name het ministerie van Volksgezondheid, het Outbreak Management Team, alle andere structuren die ons helpen. Ik moet su voor su aanhalen, maar het zijn allemaal stakeholders die ons helpen. Zeker voor de beschikbaarstelling van PPE's en dat soort dingen als we gaan naar het nieuw normaal, dat we die dingen ook nog kunnen doen. Dus hartelijk dank aan alle stakeholders. De medische zending heeft ten aanzien van de lokale uitbraak in Kwamala Samutu, waar afgelopen september 16 positieve gevallen zijn genoteerd, het gebied meteen grondig aangepakt. Zo is de directie van de medische zending samen op missie geweest naar Kwamala Samutu en is na overleg met het Nationaal COVID-19 Management Team, NCCR en de politie, als ook de DC, besloten de nodige acties te ondernemen. Na consultatie van het traditioneel gezag is ook voor dit grote inheemse dorp in het zuidwesten van het land een speciaal dorpsprotocol ontwikkeld. Iets wat specifieker in te gaan op Kwamala Samutu. Daar hebben we inderdaad 16 positieve gevallen op dit moment. Vanaf zeg maar in de maand september. Dat is een nogal groot hoog aantal positieve voor één moment. Dus we zijn met man en macht erop gegaan. De directie heeft twee keer een bezoek gebracht aan dat gebied. In eerste instantie ondersteund door de districtscommissaris en haar structuren, het NCCR, het Nationaal COVID Management Team, de politie was erbij. Dus we hebben toch wel met heel veel inzet hebben we het probleem aangepakt. We zijn geweest voor consultaties met het traditioneel gezag om te kijken hoe we in een gezamenlijke actie deze trend kunnen remmen. We zijn nadien teruggegaan na een paar weken om te kijken hoe werkt dat ding nou precies, hoeveel invloed heeft dat gehad. Want we merkten inderdaad dat er toch wel een vervolg was van die activiteit. We merken ook dat er uitdagingen zijn voor de gemeenschappen in het binnenland, met name hoe ga je de activiteiten die je gewend was te doen, de tradities en de gewoontes,
Hoe kan je ze op een veilige manier doen? En daar is er heel veel consultatie voor nodig, heel veel gesprekken, heel veel bewustzijnsactiviteiten voor de lokale gemeenschap, want niet iedereen begrijpt dat. Mensen zien dus dat, of ze horen dat mensen positief zijn in hun gebied. Wie die mensen zijn enzovoorts weten ze niet meestal. Maar het uitvoeren van die activiteiten, dat is een grote uitdaging. Dus je moet gaan om met de mensen te praten. In principe zijn we zo ver gekomen dat we op dit moment met het dorp een dorpsprotocol hebben kunnen ontwikkelen. En dat is een positief ding en dat is een unicum voor het inheems gebied. En we hopen dus dat deze activiteit zich zal dupliceren in andere gebieden. We werken daar nauw samen met het traditioneel gezag en de grote NGO's die in het gebied actief zijn. NGO's zoals ACT en FITS, die dus een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van zo'n dorpsprotocol, waarbij de dorpelingen zelf gaan zitten en nadenken over hoe willen we een aantal activiteiten bij ons veilig gaan uitvoeren. Natuurlijk zijn ze voorwaardelijk, want er zijn een aantal dingen die in place moeten zijn om dit te doen werken. Maar we zijn wel vol goede hoop dat met de ondersteuning van allerlei stakeholders in het gebied en buiten het gebied, waaronder de districtscommissaris en dat soort bestuursambtenaren, dat die hulp wel zal komen en dat de mensen in staat zullen zijn om hun nieuwe protocol uit te voeren. De topman bij de medische zending vertelt ons ook dat in samenwerking met het NCCR schoolgebouwen, polyklinieken, grondig zijn ontsmet met het oog op het nieuwe schooljaar. Ook kerkdiensten die kunnen plaatsvinden, maar dan wel in de open lucht. Alleen nog met inachtneming van de COVID-19 maatregelen als afstand houden, neus- en mondmasker opdoen en handsanitatie. We denken ook dat een aantal zaken verder bediscussieerd moeten worden. Bijvoorbeeld de scholen zijn in de stad open. Hoe gaat dat in het binnenland met de scholen? Wat zijn de afspraken die gemaakt zullen worden? We zijn heel blij dat met ons zijn meegegaan leden van het NCCR, die dus hebben gedemonstreerd hoe je een locatie kan ontsmetten. En ze hebben dus dat soort algemene verzamelplaat van mensen kunnen ontsmetten voor het dorp. En dat was wel heel goed. Ook de polyklinieken van de medische zending zijn dus meegenomen in die ontsmetting. We moeten ook aangeven, ik noemde zo net de scholen, maar ook andere bijeenkomsten van mensen zoals kerkdiensten enzovoort. Ook die dingen zijn ter discussie gekomen. En de mensen hebben dus met z'n allen hebben ze nieuw protocol, afspraken die gemaakt zijn om zo een bijeenkomst te houden, zaken waarin mensen zich moeten committeren, dat die afspraken ook gemaakt zijn. En daar zijn we bijzonder blij om. Het is alvast een eerste stap, zeg maar, naar het nieuw normaal voor de dorpen. Maar het is een goede stap. En we zijn de dorpsgemeenschappen dankbaar daarvoor. Het is zeker niet makkelijk, maar we zullen ervoor moeten gaan. Vandaag is maandag en natuurlijk is het de start van de werkweek en ook natuurlijk ook voor de scholen. We vragen AUB dat u uitermate voorzichtig blijft. Blijf de afstand behouden, zeker niet te vergeten je mondkap opdoen als je dicht bij iemand anders staat. En natuurlijk ook altijd je handen wassen. Voor ons zit het erop wat deze editie betreft van het COVID-19-journaal. Let goed op jezelf en op elkaar. Goedenavond.